Wat is up, kijkers van mijn kanaal, oftewel de Rotjog. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjog. Ja, ik zeg altijd mijn video intro twee keer. Ik heb gewoon een intro en die hou ik nou eenmaal. In ieder geval mensen, welkom weer terug allemaal in het oh zo mooie Mindtopia. En dan eigenlijk beter gezegd, Cosmopolitan. Want vandaag ben ik natuurlijk weer burgemeester van Cosmopolitan Rotjog. Hallo, that's me. En vandaag ga ik speciaal voor jullie even wat leuks melden. Want, zoals de titel al zegt, mijn head... De maskers van mijn gezicht, mijn hoofd, zijn te koop in de winkel in Cutraxia. En dan ga ik zo meteen even langs, kijken of hij überhaupt open is. Ik weet het niet, volgens mij niet. Want ik heb Neil, mijn collega, laatst gesproken. En Neil die was ziek vandaag. Dus Neil, als je kijkt, in ieder geval beterschap. Ik hoop dat je er weer beter van wordt. En ik hoop dat je blij vindt dat ik, je baas van de winkel tenminste, jouw beterschap wenst. En ja, hopelijk komt het allemaal wel weer goed met jou. Nou, in ieder geval, je kan echt zien in een beeld. Ik heb banksaldo 1.4 miljoen. En ik heb namelijk wat hoofddingen gekocht van mij. 20 maar. En ik heb ook ingekocht wat anders. En dat is droen. De nieuwe kleur. Donker, nou, nieuw. Donkergroen heb ik ingekocht. En ik heb natuurlijk weer heel veel kleren ingekocht. Dus ik heb iets van 600k weer uitgegeven aan puur kleding kopen. Volgens mij wel meer zelfs. Ondertussen is mijn gebouw in aanbouw van Cosmopolitan. Dus ik ga er ook zo meteen even langs. Ga ik even kijken. Helaas moet ik wel de regen in. Dan moet ik kijken hoe het is buiten in de regen. Het regent zo hard in Cosmopolitan op het moment. Daar word ik echt niet blij van. Maar goed, het is niet anders. Ik ga lekker even mijn taken moeten doen. In de regen. Helaas naar buiten. Zorgen dat iedereen netjes gewoon hun dingetje doen krijgt. Ik ga even kijken of ze bij de lonen of mensen hun geld willen ophalen überhaupt. Dan kunnen we kijken of ze aanwezig zijn. In ieder geval de gemeente heeft allemaal geld. De politie heeft hun geld opgehaald. Ihaps heeft zijn geld opgehaald. En Sander ook. Dus iedereen is in ieder geval aanwezig geweest vandaag. En hebben gewoon netjes hun lonen opgehaald deze week. Dus het houdt in dat ze wel actief zijn en niet inactief. Drop ik even deze 12.500 op de bank. Want dat moest ook nog even gebeuren. Dus dat is even geregeld. En dan ga ik ondertussen even naar mijn oh zo mooie stad natuurlijk. Of mijn stad. Mijn winkel, Cutraxia. De Red Clothes. Daar ga ik even naartoe. En dan ga ik eens even kijken hoe het allemaal... hoe het er allemaal uitziet daar. Hoe het voor elkaar... Ik ga even kijken, stel mijn kist of mijn wethouders iets van mij gekregen hebben. Dus sollicitaties heb ik niet meer nodig, want we zijn een beetje vol. Dus dat is mooi. Ik zie dat hier een ding is weggehaald. Zie je dat? Een boekenkasten. Dat is duidelijk. Ja, hier op burgemeester Rotjochie. Sollicitatie heb ik allemaal niet meer nodig. Vergunning voor plots is al geregeld. Aanvraag is ook allemaal geregeld. De Carvert kan nog steeds zien zijn dingetje opkomen halen. Zijn KVK-nummer. Die had ik ooit wel een per ongeluk vergeten terug te geven. Hoppa. Nee. Een hek telt niet. Dat is als gebouw. Nou, we gaan even door. Ik ben even, sorry, het spijt me. Ik ben heel even druk. Nou, in ieder geval zie je Royal FF Bram, die is... Oh man, het regent buiten. Dat is kloten. Ik ga even de post checken, wat mijn... Wow, kijk eens aan. De Mania opening. Die hebben iets, Delanootje. Die zit gewoon bij de gemeente. Drop die gewoon spam. De server gaat vragen voor de service. Wat verkopen ze? Ze hebben een site. www.demania.wix.com/demania. Klinkt heel erg leuk. Ik heb kortingscode, vertel product, kortingscode, let op. Alleen op de eerste dag geldig. Oh, wat leuk! Het is vandaag geopend, de 16e, in Greydale. Waarom komt Greydale hier post brengen? Dat vind ik best wel spammerig. Ik hoor het lekker hier op straat. In ieder geval leuk dat ze in ieder geval winkeltje hebben met een website. Ik zie wel vaker van die mensen die websites maken voor hun winkel. Dat is best wel cool, moet ik zeggen. Ik zeg het je heel eerlijk, dat zit er best wel... Dan vind ik best wel tof wat mensen dat doen, weet je wel? Dat is echt best wel handig. Nou, allereerst, wat ik even ga regelen, is het volgende. Ik ga even kijken of mijn huis er al staat. In Cosmopolitan, mijn nieuwe prachtige gebouw. En dan ga ik eventjes een masker weggeven. Want die maskers van Rotjog zijn maskers zijn wat duurder dan andere maskers. Maar ik zie het al staan, mijn gebouw is nog niet af. Dat is maar één verdieping op van de twee die ik krijg. Ik krijg een zwembad op het dak, als het goed is. Hij is helaas nog niet af. Dat is wel kloten. Maar niet uit, dat gaan we voor een andere keer regelen. Vorige keer heb je het kunnen zien met Ihaps inderdaad. Over hoe ik het allemaal geregeld had. Maar goed, helaas in de kaart staat er nog niet. Dan ga ik even langs mijn winkel en ik ga even een masker weggeven. Maar. Mijn masker is vrij duur. De masker van Rotjochi, van mijn gezicht, dus inderdaad mijn skin, die is 20k. En dan denk je, what? 20k? Zoveel? Ja, zoveel. En dat komt maar door één reden, en wel één reden waarom ik dat doe, is dat hij dan exclusief is. Weet je wel? Er zijn weinig mensen die hem hebben. Dat is iets weinig. Oh jeetje. Is er een winkel gemaakt van ijs? Maar gaat dat niet smelten? Ik weet niet wie het is, maar ik denk dat het gaat smelten als het ijs is. Dat is een beetje vreemd. Maar het is niet zo slim hoor. Het is best wel zonnig hier hoor. In Traxia moet ik zeggen. Ik denk dat het gaat smelten. Maar het, ja, het is eigen schuld als je dat wilt doen. Nou, ondertussen trouwens ook even snel hierover dan. Is het met mooie plot. Mijn mooie appartementencomplex. Dit gaat allemaal eruit. Allemaal aanvragen geweest. Er zijn een paar mensen die het willen kopen. Ondertussen staat er een bod uit van €350.000, gekocht door Enver. Maar er is iemand anders die hem ook wil hebben, dus die wil ik ook even spreken. Die heeft inderdaad ook dat gekocht toen de tijd, de Food Mania.
Dus dat ga ik dan misschien later even moeten checken, moeten fixen. Maar goed, ik had het over mijn winkel. En ik loop er nu op af. Hij is helaas dicht. Want Neil is, vanmorgen was hij er wel nog. Maar ik denk dat Neil inderdaad gewoon ziek aan het uitzieken is. Dat hij niet mag spelen van zijn ouders, denk ik. Het kan altijd. Maar deze hats, dus die is mijn skin. Die zijn te koop voor, ja, precies 20k staat in de winkel. Rotjochie hats kosten 20k per stuk. Dan kan je bij Neil kan je dat fixen. En dat is heel erg handig, waardoor je Neil inderdaad kan zorgen dat je het bij hem kan kopen. 20k is niet niks, het is best wel een hoge prijs. Maar dat komt inderdaad omdat het dus exclusief is. En daarnaast was ik ook vandaag even langs bij Neil. Omdat Neil, ik heb gesproken vandaag op Teamspeak, een hele aardige gast. Ik heb hem in mijn livestream ik heb aangenomen. Puur gebaseerd op een best wel oké, normaal uitziende, hoe heet het nou? Sollicitatie ik heb gelezen, zag er niet slecht uit, heb gesproken. Hij zei, ja, ik wil hard werken, hij heeft heel veel geld al verdiend. Ik heb hem ook dik uitbetaald een keertje, 60k, terwijl ik hem echt veel minder had hoeven geven. Maar ik dacht, nou, je doet zo lekker werk, toppertje, je houdt ook van harde werkers. Hij mocht mij ook de prijzen opstellen. Dan heeft een prijzenlijst gemaakt, zie ik. Dan ga ik even checken wat hij wil doen met prijzen. Goed, hij wil Droen, wil hij verkopen voor 3,5k. Dat zijn deze. Die wil dus gaan niet voor 4k noemen, maar voor 3,5. Het is gebaseerd op zijn prijzen, dat hij bij andere winkels gaat checken. Heeft er de tijd voor genomen, dus Droen die 3,5. Gril gaat voor 4,5. Brandweerrood voor 7k. Wit voor 3k. Turquoise voor 3k. Turquoise gaan we voor meer doen, omdat Turquoise niet meer te koop is. Dus dat moeten we even checken, moet ik even nog even met hem overleggen. Turquoise is niet meer te koop. DDG kleren is 4,5k, dat zijn dus deze. Daar hebben we heel veel van. Die hebben we ingekocht weer. Die zijn hele mooie swaggy kleding. Vind ik zelf hele mooie kleding. Ik zag het zelf ook af en toe. Maar op dit moment trouwens niet. Lichtblauw is 3k. Lichtpaars is 3k. Dus alles wordt een klein beetje goedkoper in de winkel, zie ik al. Dat is allemaal prima. Hij mag het bepalen. Het is zijn pakje aan hoe hij het wil doen allemaal. Dus dan gaan we bij hem aankijken hoe het allemaal in zijn werken gaat. Maar altijd ga ik even snel naar mijn privékist. Die zit de spullen in van mij. Dit pakje is ook wel één one of a kind. Maar eentje van de hele server. Kijk, dit is trouwens de sollicitatie van Neil. Ik zal hem even laten zien. Hoe hij dus aangenomen is. Ik heb de ene video gezien, zoals ik in mijn video zei. Ik ben Neil van Dam. Ik weet natuurlijk waarom ik jou wil werken. Dit is precies hoe hij het ingeleverd heeft. Ik ben Neil, level 2, verder level 30. Hij is zo lang online. Ingegeven van Hollandia. Real life info. Zijn echte leven is level F. Maar dat maakt het mij niet uit. Haven 2. Subscribe. Teamspeak. Als je weet, wil je mij even contact met mij. Dat is geen probleem. Ik heb al gewoon een slager. Ontslagen dat ik merkers meer wou. Wou is verkeerd geschreven. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik vind het echt niet erg. Maar op een gegeven moment, het einde van ons lijst stond er ook. PS, ik heb dyslexie. Niet dat het uitmaakt, maar ik dacht, ik zeg het even. Inderdaad, vond ik ze ook inderdaad. Dus een hele goede sollicitatie, gewoon heel simpel. Ik heb er allemaal met jou over. Dat is dus degene waarom ik Neil VD aangesproken heb. Dus als je Neil VD ziet in de server, toppie, spreek hem aan. Hele toffe gozer. Hij is super aardig, werkt echt knijter hard werkt deze jongeman. En daar beloon ik hem ook voor af en toe met gewoon een goede uitbetaling. En ja, ik zou het waarderen als je bij mijn winkel koopt en even Neil gewoon even zegt, hey Neil, je bent lekker bezig, man. Ik ben trots op je. Want ja, het is best wel tof dat Neil zo hard wil werken, zeg maar. Ik ga even wat kleding weggeven. Dus ik ga lekker kleding weggeven in mijn topia. Ik sta nu toch al, dus ik ga even wat weggeven. Ik ga een brandweerbroek weggeven. Twee brandweerbroeken ga ik weggeven, want we hebben nog best wel veel brandweer. Ik doe ook een spijkerbroekje ga ik wegdoen. Even kijken, drie broeken. Eén chest doe ik al weg. Een licht paars. Die zijn amper weer te koop, dus die haal ik even liever hier. Ik doe ook twee witte chests doe ik even weg. En een lichtblauw. Waarom komt niemand lichtblauw? We hebben nog een stack lichtblauw liggen. En ja, turquoise hebben we ook nog kapot veel shirts van liggen tenminste. Dus daarom zijn shirts helemaal niet zo moeilijk te krijgen. We hebben wel de laatste badge liggen turquoise, dat weet ik wel. Dus dat is heel belangrijk. En ik doe ook wel grill, chest, dat zijn de dingen die ik ga weggeven. Dus ik heb een aantal shit dingen die ik ineens bepaal. Gewoon nu midden in die video van weet je wat, fuck it. Ik ga het weggeven aan mensen. Eén hat, dat is iets wat heel weinig mensen hebben. Ik denk dat het de eerste de server is die het heeft, want niemand anders heeft het. Behalve Neil. Neil, ik heb tegen Neil gezegd, Neil, je mag altijd kleding van de winkel pakken. Leuk als je hier werkt, dus inderdaad wat Neil dus ook aan het doen is, trek gewoon wat kleding aan. Trek bijvoorbeeld deze gast, deze grap, dit poppetje hier ook. Geef deze gast wat kleding, trek zelf wat aan. Loop mee rond, laat zien. En die jongen werkt gewoon knijterhard. Maar goed, we gaan dus spullen weggeven. Oké, eens even kijken. Ik ga kleren weggeven. Kom naar de fontein. Bij de fontein ga ik kleren weggeven. Dus voor degenen die willen kleren willen hebben. Ik kan zijn, die komt eraan. Die krijgt van mij gewoon kleren. Er zijn niet veel mensen online. Er zijn best wel veel mensen online. Maar ze lopen niet in het centrum. Dat is wel grappig. We gaan nog één keer diep. Oh, ik mag niet in de fontein. Oh nee. Oh, daar zit ik vast. Oh, ik was even bang dat ik kwijt zit. Ik ga kleren weggeven. Kom naar de fontein, jongens. Dus degenen die kleren willen hebben. Kom naar de fontein. Krijg je gratis kleren. Wie wil er gratis kleren? Er zijn vrij weinig mensen. Dus dat is hartstikke chill. Eens even kijken. Wie wil er gratis kleren? Gratis kleren. Komt u maar. Komt u maar. We gaan gratis kleren weggeven. Ik gisteren ook. Want af en toe vind ik het gewoon leuk om mensen gewoon te belonen. Van hey, leuk dat je kijkt. Awesome sauce. Ik ga jou kleren geven.
We gaan eens even kijken wie wat nodig heeft, ja? We gaan even kijken wie wat nodig heeft. Ik zie dat Rosaline eigenlijk... Ik doe heel zijn schoentjes weg. En daar zijn schoenen. Maar de Dutch Shark daar, oh. Zie je de Dutch Shark staan? Ja. Hij heeft geen broek. Ik ga namelijk even kijken. Ik geef niet zomaar. Ik doe niet aan mensen die geen kleren hebben, krijgen iets. Of mensen die inderdaad heel gaan springen, zoals Saragolds, krijgen ook niet. Zo werkt helaas niet. Ik kijk een beetje naar de mensen in outfits. En van, hé, jij mist nog schoenen. Geef mij schoenen. Jij mist een hat. Geef mij een hat. Dat soort dingetjes. Op die manier ga ik eigenlijk meestal te werk. En ik zie hier, even kijken. We gaan even checken hoor. Thomas Place heeft al schoentjes nodig. Mensen die kleren kopen krijgen nogal sneller iets. Omdat zij gewoon blijkbaar echt geïnteresseerd zijn in kleding. Want ze kopen het, alleen ze hebben nog niet echt vette kleding. We gaan eens even kijken. Veel mensen wisten schoenen. Ik had schoenen moeten meenemen. De volgende keer ga ik ook schoentjes verkopen. Die kun je ook bij kopen natuurlijk voor goedkoop. Maar we gaan even kijken. We gaan even kijken. De eerste die we gaan doen is deze jongen hier. RVVZ. Komt u maar even mee. Jongens, jullie mogen volgen. Volg me maar. Ze mogen me allemaal volgen. Dat is wacht een keertje. Alleen. RVVZ. RVVZ. Godsamme. RVVZ naar binnen. Even alleen even RVVZ naar binnen. Alleen RVVZ naar binnen. Anders haal ik de politie erbij. Alleen RVVZ naar binnen. Yo. Ga eruit. Orguf. Oprotten. Toppie. Hoi man. Hoi. Eens even kijken hoor. Yo. Je mag kiezen. Een witte of een rode chest. Wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Geef ik gewoon gratis kleding weg in mijn winkel. We gaan vandaag gewoon lekker met kleren werken. Want ja, mijn winkel loopt goed. Ik heb een beetje... Ik heb zo, ja, mensen. Chill. Aardig. Rode chest. De rode chest. Brandweerrood. Goede keuze. Alsjeblieft. Is het naast je, man? Heeft toch gepakt, hè, toch? Alsjeblieft, man. Trek maar aan. Hey! Prachtig. Prachtig, prachtig. Ziet er goed uit, ziet er goed uit. Nou, dan mag hij de winkel verlaten. Dus dan kan hij eruit. Hoppakee. Hoppa. Dan mag hij de winkel uit. Dus, ik hoop dat dit er gewoon even doet. Als mensen die zomaar winkel inkomen, dan zou ik het heel fijn vinden. Dus we gaan er weer uit. We gaan er maar even uit. Even eruit, even eruit. Even eruit. Kom op, jongens. Markie boy. Dan zaak ik de politie erbij, oh, Markie boy. Dat is geen probleem, jongen. We gaan nog één kleding weggeven. We gaan meer weggeven. We gaan weer wegdoen. De rode broek. Wie of wie? De rode broek. Die rode broek gaat. Even kijken. Hij heeft nog al geen chestplate. Die heeft wel dingen. Wie heeft er al een kledingstuk? Behalve een broek. Dat gaan we even zoeken in de crowd, zeg maar. Consent. Oh, wat hij doet, zeg dat. Die consent. Echt een smeerlap. Ik ga jou niks geven, consent. Ik heb jou net gezien met een oranje chestplate. En dan doet hij snel de kleding gaat weggeven. Snel even die chestplate uit. Dat is niet oké, man. Dat is niet oké. We gaan even kijken. Wie nog meer? Hij heeft een blauwe broek. Wie wil een gratis broekje? We gaan eens even kijken. Niemand? Niemand? Heeft hij een broek? Ja, die heeft een broek aan. We gaan eens even zoeken. Wie verdient er een broek? Wat vinden jullie? Ik ben benieuwd. Ik wil even kijken. Ik geef een broek aan. Aan, aan. Oh, jeetje, het zijn wel heel veel mensen, zeg. Oh my god, zeg. Holy moly. Pakkenoli. Oh, Shanta. Oh, Shanta. Dat is een Rotjoch fan. Die is super chill. Zij is echt, echt heel chill. Zij is echt heel geweldig. Want ja, die zit altijd op TeamSpeak. En die heeft inderdaad het DDG-pakje gekocht. Het ziet er niet slecht. Ah, kijk, Official Joep. Official Joep. Komt u maar even mee. Official Joep, komt u maar. Komt daar. Komt u maar mee. Official Joep. Want hij heeft namelijk alles behalve een broek. Dus dan geef ik hem een gratis broek weg. Alleen Official Joep, AUB. Dude. Eruit. Hey, even checken. Rood zal hem niet staan. Rood zal hem niet staan, want dat is een beetje lelijk met het pakje. Een witte broek, oh, die heb ik niet. Hij heeft zeg maar die gangster outfit. Maak hem helemaal af. Alsjeblieft, man. Heeft hij zijn hele outfit. De hele swagger outfit. De hele outfit heb je nu. Kijk eens, zie je, zo werkt het gewoon. Dylan geeft karma. Oh, dat komt van David. Al die mensen uit karma. Alsjeblieft. Hij doet een hartje. Hartje terug. Hartje terug. Official Joep. Oké, okay, top. Dan gaan we even kijken. Nog meer. Oh man, het wordt gevecht. Even kijken. Wat gaan we nog meer doen? Wie nog meer? Wie nog meer? Oh, dat wordt lastig. Even kijken. Wie gaan we doen? Wie gaan we doen? Ik weet wie ik wil doen. Ik denk dat ik deze gast hier, Royal Seam. Royal Seam. Komt u maar. Royal Seam. Komt u maar. Oh, wat de fuck ben jij dan weer hier? Jasper oprotten. Hoppakee, Royal Seam. Komt u maar. Schoenen. Wegwezen.
Hoi Yassim. Kijk eens aan. Zo geef ik gewoon kleren weg. Waarom geven we dat weg? Ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Alsjeblieft. Yassim. Oh, yo, zegt hij. Thanks. Geen probleem, man. Een rode broek. Het ziet er grappig uit. Hij heeft laatst zijn shirt nog. Ik heb nog een paar dingen om weg te geven. Het gaat wel ietsje langzamer dan ik had verwacht. Want het is gewoon fucking druk. Zoals altijd. Eens even kijken. Mensen die vragen, die worden overgeslagen. Dat is wel een beetje... Oh, ik schrok me dood. Hallo, Noortje. Oh my man, dit is echt druk, jongen. Dit is wel niet een publiciteitsstunt, hè. Ik zorg ervoor dat mensen in mijn winkel komen. Wel hier kopen, dat zou heel erg chill zijn. Want het is een hele chille winkel. Een hele goede werknemer. Dat is even uit. Oké. Okay. Wat ik ga doen is het volgende. Ik ga niet alles meer weggeven. Want dat ga ik een keertje een andere keer doen. Gewoon de server af en toe als je langskoopt. Toevallig doe ik het af en toe wel eens. Even zoeken wat ik ga doen. Wat ik ga doen is het volgende. Ik ga het gewoon in het publiek gooien. Denk ik. Zijn we ready? Dit is een broek van 7k, jongens. Dit kost mij 5k inkoop of zo. 6k. Hatsaplats! Oké. Lol. Oké, dat was grappig. Dat is leuk. Dat is leuk als mensen erop gaan springen. Het is allemaal begeilig. Goede karma. Ja, goede karma. Ik wil karma punten, inderdaad. Goede karma punten. Oh man, dit is wel een beetje drukkig. Dus even kijken. Wat ik ga doen, ik ga... Ja, het volgende. Shanta is hier, zie ik aan mijn zijkant. Daniel de Waffle. Ah, 360. Blooskoop. Kom even mee. Hoppa. Nou, we gaan even met die 360 Blooskoop doen. Die mag weer naar binnen. Diegene die is een heel chill, ziet er goed uit. Even ga er eens uit. Allemaal. Waarom gaan die mensen allemaal blijven? Zat het erin? Waarom gaan ze dat in? Hup, wegwezen. Wegwezen. Nee, je gaat niet een screenshot met me maken. Hup, oké. Okay. Doe ik altijd als mensen dat doen. Dus Younes ook. Ik ga lekker hier in je staan. Dan kan je me lekker geen screenshot maken. Hop, wegwezen jongens. Ga er eens uit. Of ik haal de politie. Politie. De Dutch Shark. Breekt in. Ja? Ga wegwezen nu. Hop. Zo dus. Even kijken. 360 Blowscope. Ik geef jou gewoon een wit shirt. Alsjeblieft. Ik krijg gratis kleding. Karma punten. Alsjeblieft, dat is een wit shirtje. Trek hem maar aan. Wel aantrekken dan eruit. Oké, nou dan mag je hem eruit. Gaat u maar. Gratis. Voor niks. Liefde voor de mensen. Oké, even kijken. Wie kan ik nog meer wat leuks aanbieden? Niet Shark, want die is vervelend. Dus... Hey, is dat Niels? Is het L. Niels zelfs een politieagent? Maar die, wow, laggy. Het begint echt een beetje lekker te laggy hier, oh. De beermeneer, ga ze even weg. Even eruit, jongens. Ook Shanta, even eruit. Iedereen eruit. Ik weet dat ze een heel groot fan is. En ik vind haar heel cool. Ze is heel aardig. Maar, wat gaan we het volgende doen? Ik ga weer even een wit shirtje gewoon in het publiek gooien. Hoppakee! Dat is echt leuk. Oké, wat ik ga doen, ik ga even één keer mijn Rotto geld geven. Oké. Nu iets bijzonders. Een rotjochie head. Ter waarde van 20k. Ga ik nu weggeven. Het is iets wat niemand heeft. Want dit is de enige op de server nog. Die het natuurlijk gekocht heeft. Niemand heeft gekocht. Ik ga een rotjochie head weggeven. Eens even kijken. Aan wie ga ik die geven? Ik wil een rijk persoon. Want als een rijk persoon ermee loopt. Dan lijkt het natuurlijk alsof het bijzonder er is. Snap je? Dus ga eens even kijken of ik een rijk persoon ga vinden. Mista Fonta, zie hem al. Hij loopt op weg, dus hij wil het niet hebben, denk ik. Eens even zoeken, jongens. Wie ga ik dit geven? Wie verdient er een maskertje van mij? Waardoor hij mee kan rondlopen en dat hij laat zien dat hij een motherfucking baas is. Ik denk dat ik ga kiezen voor de volgende persoon. En dat wordt, ik heb geen idee wie dat gaat worden, man. Ik weet het echt niet. Het is een beetje moeilijk, het zijn er zoveel. Ik denk dat ik ga kiezen voor... Jawel! De beermeneer. Komt u maar. Alleen de beermeneer. Oké dan. Zo. Jij krijgt het allereerste hoofd. Pof. Ja hoor. /head, dan kun je hem opdoen. Doe hem even op dan. Hop, laat zien. Huh. Ja! Awesome!
Ja hoor, kijk hoe het eruit ziet, man. Dit is fucking cool. Alsjeblieft, man. Doe ermee wat je wilt. Hij is mijn grootste fan. Nou, oké, de beermeneer. Awesome. Waarom ik de beermeneer gekozen heb, hij heeft een heel wit pakje. Dat vind ik heel cool. Dus de beermeneer, bedankt voor je tijd. Ik ga helaas weer weg hier uit het Contractia. Ik heb het een beetje gehad in Contractia. Dus ik heb een beetje gedaan wat ik moest doen. Ik heb gewoon mijn kleren weggegeven. Even karma punten opgehaald. Ik heb mijn winkeltje gecheckt. Ja, het levert me verlies op als ik mijn spullen zo weggeef. Maar ik vind het leuk om te doen voor de spelers. Sommige mensen die verdienen dat gewoon. Hier, neem ook wat potatoes, jongens. Dat mag allemaal. Ja, het is belangrijk dat ik mensen af en toe wat teruggeef. Weet je, ik heb zelf 2 miljoen ongeveer. Nu nog 1.4 heb ik nog in mijn handen. Maar ik heb nog heel veel kleren die ik kan verkopen. Dus in ieder geval, dat is iets wat ik vind leuk om te doen. De spelers wat terug te geven. Ja, dus in ieder geval, als je zo'n player head zoekt. En je wilt hem niet kopen in mijn winkel, want dat kan. Je kan het gewoon in mijn winkel kopen. Het kost maar 20.000 in mijn winkel. Kan je gewoon een player head kopen. Het is niet zo heel erg lastig, niet zo heel erg moeilijk. Dan kan je voor 20.000 gewoon een head kopen. En dan heb je hem ook. Het is een van de weinigen die er zijn. Dus er is nog eentje die er nu in zit en die gratis is inderdaad. Dus dat is iets wat heel handig is, heel erg chill is. Dus op die manier is dat heel erg fijn geregeld. Dat is goed. Dan ga ik even nog langs mijn gemeentehuis, even heel kort. Want ja, dan ga ik natuurlijk mijn afsluiting doen. We gaan eens even checken. We gaan even lekker lopen. Lepje lopie doen. Het is best wel druk hier, hoor. Ik zie mensen achter me aanlopen. Ik denk altijd een beetje eng, hè? Ik heb een Cosmopolitan. Mensen die achter je aanlopen. En de lag is nog steeds helaas opgehouden, die Cosmopolitan. Maar ja, dat komt door al die boekenkasten. Nogmaals. Maar die gaan binnenkort veranderd worden. Ik heb gezegd tegen het bouwbedrijf IHAPS. Van, hey, kun je die even weghalen, alsjeblieft, die boekenkasten? Want dat is een beetje hetgene waarom Cosmopolitan lagt. Dus daar gaat hij mee bezig. Goed, ik ben weer aangekomen in mijn mooie gemeentehuis. Ik heb mijn taken een beetje gedaan vandaag. Inderdaad, ik heb geld weggegeven. Dus inderdaad gewoon kleding weggegeven. Kleding gekeken in mijn eigen winkel. Ik vond het hartstikke leuk. Ik vind het echt leuk om mensen zo blij te zien worden in Mindtopia. Door gewoon kleding aan ze te geven. Dat vind ik heel vet om te zien altijd. Natuurlijk, ik heb een van mijn maskers weggegeven. Kan je kopen in de winkel voor 20.000. Hartstikke awesome. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je Mindtopia heel erg leuk vindt. Ik vind het heel erg leuk. Hopelijk duurt het nog steeds. Zie ik je graag in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.